Ik ben Shannon. Ik ben Anke. En wij zijn van Planet Zone en we zijn hier op de première van... Step Up 4 Miami Heat. Wat verwacht je van de film? Ik verwacht dat deze film alle films overtreft die er al zijn geweest. Ik bedoel, ze zijn op een hele andere plek aan het filmen. Andere acteurs. Ik vind het geweldig. Weet jij waar het over gaat? Over een meisje dat naar Miami gaat om de droom te verwezenlijken. En door middel van flashmobs probeert om mensen duidelijk te maken over bepaalde dingen die ik nog niet mag vertellen. Oké, we gaan kijken. Veel plezier met kijken. Doeg! Topping our local headlines, Miami's Ocean Drive was transformed today into what some are describing as a public disturbance. Hi, Looney Tunes van Holland's Got Talent. Yes, yes. Hebben jullie alle Step Up film gezien? Ja. En wat verwachten jullie van deze? Ik verwacht heel veel. Al die drie delen waren goed, dus het moet alleen maar beter gaan, denk ik. We staan trouwens nog op de DVD van deel 3. Daar staan we ook op. Heel toevallig. Ja, toevallig. Dankzij dat staan mogen we eigenlijk hier staan. Oké. En zouden jullie ook nog even een showtje voor ons willen doen, alsjeblieft? Ja, hij kan het ook. Je moet tegen hem battelen. Hij kan het ook. Skills van. Hartstikke bedankt, man. Hi, ik ben Shannon van Planet Zone. Hallo, ik ben Shaker. Hi, wat verwacht je van de film? Ik verwacht heel veel van de film. Ik bedoel, als je drie reeksen hebt gemaakt van Step Up en je durft er nog eentje te maken, dan heb je volgens mij echt wel heel veel in je mars. En als ik zo naar de trailer kijk en ik kijk wat ze ervan hebben gemaakt, gewoon, ze zijn naar een hele andere stad gegaan. Waarin er gewoon zo goed wordt gedanst. De acteurs zijn, vind ik. Ik heb altijd zoiets van, nou, dan gebruiken ze acteurs die leren ze dansen. Maar als je dan gewoon kijkt naar het dansniveau van de trailer, verwacht ik wel heel veel van de film. Oké, top. Heb je de trailer gezien? Wat vond je daarvan? Ik vond hem super vet. Ik heb alle delen gezien, 1, 2, 3. En ik kom 4. En ja, met die auto's en al die dingen, vind ik het echt heel vet. Waar ben je het meest benieuwd naar? Nou, natuurlijk is altijd de dans goed. Ik vraag me af hoe de special effects dit keer zijn. Want ze hebben het gedaan met water. En ik heb het nu al gezien met auto's. Maar als er meer dingen zijn, dan zou ik nog wel willen zien. Dat lijkt me wel vet. Oké, veel plezier dan. Hi, wat verwacht je van de film? Ja, ik verwacht dat het heel leuk gaat worden, want ik vind het heel leuk om dansfilms te zien. Heb je de andere films ook gezien, de andere delen? Ja, allemaal. Nou, eentje niet volgens mij. Deel 3 niet. Denk je dat dit een keer beter gaat worden? Ik denk het wel. Ik heb de trailer gekeken, dus ik denk het wel. Oké, bedankt. Veel plezier. Hi Floris. Hi. Wat verwacht je van de film? Veel dansen. Ja? Heb je de trailer gezien? Ik heb de trailer inderdaad gezien. Explosieve trailer. Veel mooie scènes, zag je. Dus ik ben heel erg benieuwd naar de film. Heb je de andere delen ook gezien van Step Up? Ja, uiteraard. Uiteraard. Oké, netjes. Dankjewel. You ready? You're kidding, right? The question on everyone's mind is, who is the mob? You dance? Don't you know how this works? I hold a drink in my hand, you dance around me, make me look good. What are you doing tomorrow night? Hello. Hey, how are you? We're from Planet Zone. Oh, very cool. How did you like to make the movie? Yeah, I mean, I couldn't have been happier with Step Up as my first movie, especially Step Up Revolution, with trying
really wanting to do something new and unique with the movie that that we haven't really done before with the previous Step Up movies. Have you seen the other movies from Step Up? Yes, of course. Did you enjoy? Yeah, of course. I'm good friends with both Anne and John that directed, you know, the first and the second and third movies, but they've always been movies that I thought were a great love story and amazing dance, which is an international language. So I've always thought that you really couldn't ask for a better first movie than a Step Up movie. Did you get any injuries? On the set? Not to me personally, no, but we were shooting in Miami. It was in the 90s, you know, it was very hot, especially for the finale. We had a couple people pass out just from the heat. But you know, it was great. I had the best dancers in the world, and the opening scene on Ocean Drive where all the dancers are dancing on the cars. Those cars, it was hot enough you could cook, you know, you could fry an egg on those cars, and those dancers take after take got up there and danced their hearts out, you know, so I couldn't be happier. All I can really be is humble and thankful for the amazing dancers and the amazing choreographers that I got to work with, Jamal Sims and his team. Well, we're very curious, so we'll see. Thank you for your attention. Yeah, I hope. Jasmine, wat verwacht je van de film? Gezelligheid, dansen en lekkere lijven. Lekkere lijven. Zou je zelf ook in zo'n film willen spelen? Ja, natuurlijk. En zeker de setting. Hè. Miami is natuurlijk te gek. En ja, ik zou dat wel willen. Ja, absoluut. En dan zou ik wel even goed moeten trainen qua dans. Heb je de andere delen ook gezien? Ja, ik heb de andere delen ook gezien. En vond ik, ik weet zijn naam alleen niet echt heel erg, maar deel 3. Nee, dat Joodsachtige jongetje met die krulletjes. Die vond ik echt super schattig. Dus ik hoop dat hij ook in dit deel te zien is. Oké, top. Bedankt. Veel plezier. Wat verwacht je van de film? Ik zou het echt niet weten. Ik heb hoge verwachtingen eigenlijk. Dus het kan ook tegenslagen. Nee, toch? Kan toch niet? Dus gewoon Step Up. Alle films waren goed, nu de vierde. Zowel Foss About It, zo. Moet wel goed zijn, toch? En wat kunnen we van jou gaan verwachten? Van mij verwachten? Hoe bedoel je? Nou, voor de toekomst. Voor de toekomst? Nou, niet meer in Nederland, hopelijk. Een hoopje? Hopelijk zo ver mogelijk van hier weg. Allemaal naar Amerika verder. En wat wil je daar bereiken? Eigen dansschool. Dansschool? Ah, Latin. Oké, ja, dat had ik dan wel weer verwacht. Ja. Maar leuk, dankjewel. Hi Ingrid, wat verwacht je van de film? Ja, een hele spectaculaire film natuurlijk. Ik bedoel, ik hou van dansen, dus wat dat betreft zit ik helemaal goed hier. Ja, jij hebt zelf ook in een dansfilm gespeeld. Is het een beetje te vergelijken of niet? Nou ja, sowieso mag je eigenlijk nooit vergelijken. En we hebben het natuurlijk over een Amerikaanse dansfilm. Dus ja, ik verwacht eigenlijk heel erg veel. Ik denk wel dat ik met heel veel plezier ernaar kijk. Omdat ik weet hoeveel energie en hoeveel passie erin zit. Dus wat dat betreft denk ik dat het een hele mooie film gaat worden. Oké, dankjewel. Veel plezier. Dankjewel. Ja. Hi. Hoi. Heb je de trailer gezien? Ik heb de trailer nog niet gezien. Ik laat me gewoon verrassen zometeen. Oké, wat verwacht je ervan als je vergelijkt met andere films? Heb je ze gezien? Oh wacht, ik jok trouwens. Ik ben gisteravond naar de bioscoop geweest en daar heb ik hem wel gezien, de trailer. En ja, wat verwacht ik ervan? Ik heb Step Up 1, 2 en 3D gezien. Dus die waren gewoon alle drie hartstikke goed en ik verwacht niet minder van deze film. Het moeilijke van sequels is altijd om hem beter te maken dan de eerste. Maar ja, dat is in de Step Up reeks wel degelijk gelukt en ik ben heel erg benieuwd of het dit keer ook gaat lukken. Maar ik heb er alle vertrouwen in. En wat kunnen we van jou nog gaan verwachten? Ja, ik heb net meegedaan aan Fort Boyard. Dus ik weet niet of je dat programma kent, maar het is wel echt super tof. Op Nederland 3 wordt vanaf september uitgezonden. En ik heb gisteren een pilot opgenomen van een programma wat ik ga presenteren. Maar daar kan ik verder nog helemaal niks over loslaten. Dat zie je vanzelf al verschijnen op de buis. Helemaal niks over loslaten? Helemaal niks kan ik daarover loslaten. Maar het wordt wel echt heel tof. En het heeft voor een verandering een keertje niet veel met dansen te maken. Voor de verandering. Nou, oké, dan wachten we met spanning af. Hartstikke bedankt, fijne avond. Actie. Hallo, wat verwacht je van de film? De vierde niveau, want het is Step Up 4. Dus ik verwacht de vierde stap, de hoogste stap. Zou je zelf ook in zo'n film willen spelen? Met mijn bogendans, ja natuurlijk. Of met Latin. Bekijk je deze film net zo kritisch als dat je iedere auditie bekijkt? Of? Dat vraagt iedereen, maar ik kijk natuurlijk gewoon een film. En pas achteraf ga ik nadenken wat vond ik leuk en wat vond ik minder leuk.
Maar de film blijft de film en ik blijf gewoon een leuke kijker. Oké, dus je zit niet op de tenen van dat is fout en dat is fout en dat beter moet en strakker. Nee, alsjeblieft, spaar me. Ik wil gewoon ook genieten van de film. Nee. Nou, oké, dan laten we u dat doen. Fijne avond. Dag, bedankt. Didn't you ever want to be a part of something different? Something special? The mob is our way to shout. It's like us saying, listen up. We exist. I want in. She's dancing lead. Consider it your initiation. Once again, the mysterious group is attracting both fans and critics. I don't want you hanging around with those people. I wish I could just break the rules. Break the rules. People want us to push it. It's time to get motivated. We can change things. Hi, wat vond je van de film? Ja, ik vond hem helemaal geweldig. Het was echt boordevol vette choreografie. Allemaal vette moves en effecten. En vooral 3D, dat maakt het helemaal af. Dus ik vond hem heel leuk. Wat was je favoriete stukje? Het favoriete stuk was voor mij de laatste stuk vooral. Waar iedereen alle stijlen door elkaar gewoon zag. En je zag elke beeld gewoon met aparte stijlen. En ook met die touwtjes. Dope. Oké, top. Dankjewel. Hi, wat vond je van de film? Oh, ik vond de film echt geweldig. Ik vond de danspasjes echt te gek. Dus de choreo was vet, de stunts waren te gek. Hoe het gefilmd was vond ik ook echt heel cool. Dus ik zat er helemaal in. Oké, wat was je favoriete deel? Mijn favoriete deel? Ja, vond ik toch wel dat ze zeg maar helemaal in pak waren. En dat ze in dat gebouw stonden. Dat vond ik wel echt heel stoer. En ook bij die art gallery vond ik dat ook echt te gek. Hoe je dan ineens zag dat een schilderij tot leven kwam. En de mooie soort van kwallen, zeg maar. Die ineens helemaal hele mooie ballerina's werden. Ja, het was echt heel mooi. Oké, dankjewel. Wat vond je van de film? Wat vond ik van de film? Nou, ik vond de film eigenlijk best wel leuk. Ja. Ja, ik vond het wel goed. Wat was het leukste deel? Het leukste deel was toen de jongen met die gekke haar, zeg maar, opeens een hele gekke beweging deed. En hij had ook 2 gaten in zijn oor. En ook 3, ja, weet je, ik vond hem echt de beste danser. Echt heel erg. Heel erg. Je hebt dus genoten. Ja, zwaar. Oké, dankjewel. Hi. Wat vond je van de film? Super cool. Echt veel special effects en zo. Dansers waren cool. Ik vond het echt heel vet. Wat was je favoriete deel? Nou, er waren 2 deels die ik echt... ik vond alles super vet, maar 2 deels waren mijn lievelings. Dat met die stokken op het einde en al die special effects op het einde. En dat ze zogenaamd portretten waren en standbeelden. Nou, eigenlijk 3 dingen. Want ik vond die stukken dat ze wel gingen lopen en stilstaan. Met die tassen en zo. Echt vond gewoon alles gewoon super vet. Gewoon. Dus je hebt lekker genoten? Ja, zeker. Wat vond je van de film? Geweldig, echt geweldige choreo's. Nou, ik had verwacht niveau 4, nou het is niveau 10. Wat was je favoriete stukje? Laatste op... hoe heet die dingen? Nee, op... trampoline. Ja, dat, met de trampoline. Jeetje, dat is echt bizar. Dit is zo spectaculair. Maar het werd zo goed gedanst. Dus je hebt er genoten? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, van dansen, ik zat gewoon mee te dansen. Ik dacht, oh ja, en even, ja, het is moeilijk om zomaar te kijken. Oké, dankjewel. Zo, wat vond je van de film? Leuk. Het is, ik weet niet of het de beste was van de 4. Maar het was zeker leuk. Ze hebben een nieuw creatief idee erin gestopt. Het is natuurlijk ook een andere regisseur. En dat zie je er ook wel aan af. Maar ze laten ook de originele personen weer een beetje naar voren komen. En dat is natuurlijk ook heel leuk. Dus je hebt wel genoten? Ik heb zeker wel genoten. Oké, dankjewel. Zo, wat vond je van de film? Ik vond de film heel goed. De niveau was gewoon heel erg hoog. En ik vond het heel mooi dat er een bepaalde boodschap achter zat. Dat je met dansen bepaalde mensen kan bereiken op je eigen manier. En dat vond ik gewoon heel mooi. Wat was het mooiste deel? De mooiste uit de film?
Ik denk het moment dat ze uiteindelijk het duetje dansen op het allerlaatste. En dat ze gewoon alles goed kwam en bij elkaar kwamen, vond ik wel nice. Het einde natuurlijk, waar je vorige step-up dansers ook zag. Het hele moment was gewoon één grote climax. Ja. Dus je hebt echt genoten? Ja, absoluut. Het was ook leuk dat de regisseur en twee hoofdrolspelers ook gewoon bij waren. Het geeft toch net wat andere sfeer en het was gezellig. Oké, top. Dankjewel. Zo, wat vond je van de film? Ja, ik vond het een leuke film. Mooie film ook. En ja, ik vond hem goed gemaakt. Goede special effects. Ik heb gehoord dat je heel goed kunt dansen. Nou, goed niet. Ik doe mijn best en ik doe mijn ding. En meer kan ik niet doen. Laat eens wat zien. Kom maar. Wat wil je dan laten zien? Doe een vette move. Nou, dat was het dan. Heb je genoten van de film? Ja, het was echt een geweldige film. Ik heb alle andere delen gezien, maar dit was echt, echt het toppunt. Echt amazing, echt top. Echt, ik heb echt genoten. Ik vond hem ook echt gruwelijk. Trouwens, op de site kun je een leuke prijs winnen over van Step Up 4. En bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dit waren Anke en Shannon.